Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend schijnt af en toe de zon, maar er trekt vanuit het zuidwesten ook geleidelijk een gebied met wat buige regen over het land. En omdat het buige regen is, kan er ook al een klap onweer of misschien wat hagel bij zitten. In de loop van de dag zal de zon vanuit het westen vaker gaan doorbreken, maar in de middag blijven ook nog steeds een aantal buien mogelijk, opnieuw met hagel, onweer en misschien zelfs ook wel lokaal natte sneeuw. Het wordt 6 of 7 graden en er waait een stevige wind, eerst nog uit het zuidwesten. Later draait de wind naar westelijke richting, huismatig en zeekrachtig, windkracht 4 tot 6. Vanavond nemen de buien langzaamaan weer af. Verder blijft het wisselen bewolkt, dus wolken en opklaringen. Dan morgen opnieuw een afwisseling van wolken, zon en een paar buien. De buien zullen wel iets minder talrijk zijn dan vandaag. Het wordt 6 tot 8 graden en er waait nog altijd een vrij stevige westelijke wind. Op donderdag blijft het overwegend droog, misschien een enkel buitje nog in het binnenland. Vrijdag, dan vrij veel wolken en misschien in het noordoosten spat regen. Op zaterdag blijft het overal droog. De middagtemperatuur gaat geleidelijk omhoog, van 8 naar 11 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.